Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Kinderpretpark Julianatoren. Beste meneer Kaasschaaf, wat ontzettend leuk dat ik dit jaar het grote Sinterklaasfestijn bij jullie op de Julianatoren mag komen vieren. Ik heb er ontzettend veel zin in. Oh, en graag zou ik u en mevrouw Suikerspin hier op mijn kasteel in Spanje willen uitnodigen om de laatste plannen nog eens even goed door te nemen. En als verrassing voor mevrouw Suikerspin laat ik jullie morgenochtend om 9 uur op een speciale manier ophalen. Ik vind het nu wel leuk. Ja, en 9 uur dus. Ja, dat is nu. Oh, en een verrassing voor mij. Oh, wat spannend. Oh, misschien laat Sinterklaas jullie wel ophalen met heel veel pepernoten. Of met heel veel chocoladeletters. Oh ja, of misschien wel. Oh, ho, ho. Goedemiddag samen. Ik heb de belangrijke opdracht van Sint-Nicolaas om de heer Kaasschaaf en mevrouw Suikerspin op te halen. Het is van groot belang dat zij zich hier en nu bij mij melden om mee te gaan naar het privévertrek van Sint-Nicolaas in Spanje. Dus, waar kan ik deze twee vinden? Nou, die staan recht voor u. Jullie? Ja, dat zijn wij. Hallo, meneer Kaasschaaf. Hier naar binnen. Hallo, mevrouw Suikerspin. Wat een grote verrassing, zeg. Doei. Veel plezier in Spanje. Niet te veel pepernoten snoepen, hè. Oh ja, nog één klein dingetje. Nergens aankomen. Gewoon rustig blijven zitten. Fijne rit. Zwaaien, ze gaan ons echt missen. Oh ja, en bij jullie ook. Meneer Kaasschaaf, mevrouw Suikerspin, stop! Het boek! Oh, wat een ontzettend grote verrassing van Sinterklaas is dit, zeg. Ja, met een echte limousine naar Spanje. Hier ze. Disco stand. Geactiveerd. Ja! Pepernotenstand geactiveerd. Ja, pepernoten. Stoelverwarming geactiveerd. Gaat het allemaal goed, Kasper? Ja, we hebben niks aan het handje. Meneer Kaasschaaf, toch? Oh, zeg dat. Oh, hé. Maar deze kan vast geen kwaad. Het
van Sinterklaas. Wow. Die welverdiende vakantie. Guus, pak de koffers. Ja, liefie. Ja. Een vakantie in het allergrootste, allermooiste, allerduurste kasteel van heel de wereld. Ik kan niet wachten. Poefgeetje, ik kan niet. Guus, kom maar door met die koffers, want die vakantie die start niet vanzelf. Nou, kom op. Lopen. Excuus, pardon. Sorry. Dank u wel. Oh, daar zijn jullie dan. De enige echte meneer Kaasschaaf en mevrouw Suikerspin. Sinterklaas zal blij zijn dat jullie er zijn om het programma door te nemen voor het grote Sinterklaasfeest op jullie pretpark. Oh, hallo mevrouw. Meneer, kan ik jullie ergens mee helpen? Nou, wij zouden graag zo snel mogelijk willen inchecken. Bubbelbad mag aan, de champagne mag koud. En mijn man wil heel graag de koffers naar boven tillen. Ja, als iemand me daarbij zou willen helpen, heel fijn. Guus? Nou, het lukt me anders ook wel alleen. Inchecken? Ja. Bubbelbad? Maar mevrouw, wij zijn hier toch zeker geen hotel? Hoor je dat, Guus? We zijn hier toch zeker geen hotel? Natuurlijk zijn jullie wel een hotel. Ik heb niet voor niets een reservering gemaakt. In het duurste, in het mooiste, in het grootste kasteel van heel de wereld. Mevrouw, ik denk dat hier sprake is van een vergissing. Dit is het kasteel van Sinterklaas. Hier kunt u niet zomaar blijven slapen. Frikandelletje van me. Ik denk dat het beter is als wij weer gaan. Hè? Gaan! Gaan, Guus, we gaan helemaal niet. Ik heb 375.000 euro betaald om hier 2 weken te mogen vertoeven. Ik laat me niet zomaar wegsturen door een of andere prutsbediende. Mevrouw, ja? Ja, ik vind het echt heel vervelend om te moeten zeggen, maar ik denk dat iemand u in de maling heeft genomen. Ja, want dit is echt het kasteel van Sinterklaas. En kijk, er staat hier met vriendelijke groet O.P. Lichter. Oh, wat vervelend zeggen. U bent opgelicht. Opgelicht. Maar dat kan niet. Dat mag niet. Ja. Guus! Ik heb deze vakantie geboekt. En ik ga deze vakantie krijgen. Weten jullie wel wie ik ben? Ik geloof niet dat ze weten wie je bent. Guus! Het spijt me verschrikkelijk, maar u kunt hier nu niet op vakantie. Meneer Kaasschaaf, mevrouw Suikerspin, zal ik jullie alvast een rondleiding door het kasteel geven, zodat jullie daarna naar Sinterklaas kunnen? Ja. Oh, ik vind het eigenlijk ook wel een klein beetje zielig. Ja, kunnen zij niet mee met de rondleiding dan? Kunnen jullie toch nog iets van het kasteel zien? Nou, ik denk dat het beter voor ons... Guus! Wij gaan mee met de rondleiding. Rondleiding. Kom op! Ja! Ach, waarom ook niet? Omdat jullie het zijn. Nou, kom gezellig naar binnen. Ja, gezellig, ja. Alles geprobeerd, maar het boek van Sinterklaas is niet te maken. Oh, maar Julia, dat betekent dat het hele Sinterklaasfeest niet door kan gaan. Want zonder boek weet Sinterklaas helemaal niet waar iedereen woont. En wat voor cadeautjes alle jongens en meisjes willen hebben. Oh, wat moeten we nou? Hey, wat staat hier nou? Boek gemaakt door trouwe vriend van Sinterklaas, Theodor Goudblad. Oh, maar Julia, dat is de oplossing. Dit boek is ooit gemaakt door die Theodor Goudblad. We moeten hem bellen om te vragen of hij het boek wil maken. Goed idee, Jul. Eens even kijken. Met Theodor Goudblad. Meneer Goudblad? Ja. Hallo, dit is Jul de Muis. U moet ons helpen. Het boek van Sinterklaas is kapot.
opslag en Pieter Gymzaal zijn we bijna aan het eind van de rondleiding en kunnen we zo meteen door naar Sinterklaas. Ho, ho, ho. Pietje Dinges, wat zit er achter deze deur? Die deur? Niks. Nee, er zit helemaal niks achter. Hoezo niks? Waarom staan er dan twee van die stoere binkies voor? Vroeger noemden ze mij altijd een binkie. Guus! Sorry. Nou, ik ben eigenlijk ook wel een beetje nieuwsgierig wat er achter die deur te vinden is. Oké, omdat jullie het zijn. Achter deze deur ligt iets heel bijzonders. Namelijk... Heren! De bankpas van Sinterklaas. Wow. Ja, heel belangrijk, maar vooral heel kostbaar. Zullen we weer doorgaan? Guus, heb je dat gehoord? Ja, ja, we gaan weer door. Nee, sukkel! Dat is de bankpas van Sinterklaas. Ja, en? En? Denk je toch eens in de mogelijkheden. Als wij die bankpas zouden hebben, dan maakt het helemaal niet meer uit dat we hier nu niet op vakantie kunnen. Met het geld wat op die pas staat, kunnen we ons hele leven op vakantie. Denk je toch eens in New York, Saint-Tropez, Ibiza. Het schiet om geul. Ja, maar altijd maar dat als, schatje. We hebben die bankpas toch helemaal niet. Nee, nog niet. Maar wacht maar af. Binnenkort is die pas van mij. En dan kan ik mijn hele verdere leven op vakantie. Oh, heerlijk. We kunnen ons hele verdere leven op vakantie. Nou, loop door, zeg. Heetje, de achterban. Sinterklaas. We zullen u niet teleurstellen, Sinterklaas. Oh, meneer Kaasgraaf, mevrouw Suikerspin. Sinterklaas is al op jullie aan het wachten. Oh, ja, en we kunnen haast niet wachten om het grote Sinterklaasfeest te vieren bij jullie op het park. Nee, want Sinterklaas heeft net aan Impa Piet en mij gevraagd of wij een ontzettend gave, stoere en mega coole Pieterdisco willen voorbereiden. Hey, maar Lintjes Piet, dat betekent dat wij helemaal geen Lintjes Piet en Impa Piet meer zijn. Niet? Nee, wij zijn dan namelijk mega coole super disco pieten van Sinterklaas. Ja, dan zijn we de hipste, coolste en beste disco pieten die ooit zijn geweest. En dan moeten we ervoor zorgen dat we de jongens en meisjes hun pietendiploma kunnen halen op het park. Dit wordt helemaal te gek. Doei. Doei. Nou, Sinterklaas die zit echt vol met ideeën. Sinterklaas! Ah, Pietje Agenda. Oh, meneer Kaasgraaf. Mevrouw Suikerspin. Mevrouw, meneer. Ja, het was gezellig. Wij gaan er weer vandoor. We gaan? Maar we gaan toch eerst die bankpas steken? Guus! Houd je waffel. Doodles! Doodles! Meneer Kaasgraaf, mevrouw Suikerspin. Kom snel naar binnen. We hebben veel te bespreken voor het grote feest in de Juliana-toren. Dag. Poppetrop, ik snap er helemaal niks meer van. We zouden toch die bankpas waar al het geld van Sinterklaas op staat stelen om voor altijd op vakantie te gaan. Ja, maar snap je dat dan niet? Nu denken zij dat wij weg zijn. En dat is mooi, want op deze manier kunnen we ongezien weer naar binnen sluipen. Kom mee. Nou, dan kunnen de kinderen dus met mij op de foto. En dan kunnen ze met de pieten in de achtbaan. En dan doen we ook nog een grote Sinterklaas-show. Oh, Sinterklaas, dit wordt echt een fantastisch feest. Oh ja, nou dat weet ik wel zeker, mevrouw Suikerspin. Oh, Pietje Agenda. Ja. Als jij nu even de slaapkamer van meneer Kaasgraaf en mevrouw Suikerspin in orde maakt. En dan nemen we de rest van het programma morgen door. Guus, komt het erop aan dat we ons goed verstoppen, zodat we vannacht die bankpas kunnen stelen. Maar zachtjes, hè. Guus.
Binnen! Jul! Julia! Ja? Toen jullie belden om te vertellen dat het boek van Sinterklaas kapot is, ben ik meteen hier naartoe gekomen. Oh nee, dat ziet er wel heel slecht uit. Maar komt het goed? Kunt u het boek maken? Ik durf niks te beloven, Julia. Dit belooft een hele klus te worden. Verdorie. Die beveiligers hadden het dag en nacht te wachten over die bankpas. Dus ja, helaas, pindakaas. Moest maar weer eens gaan. Nee. Wacht even. Er moet een manier zijn om ze af te leiden, om iedereen hier weg te krijgen, zodat wij ongestoord onze gang kunnen gaan. Oh, maar misschien heb ik wel een idee. Hallo, boys. Dat ga ik natuurlijk niet doen. Nee. Oh, nou. Maar misschien. Hallo, boys. Jij gaat dat natuurlijk ook niet doen. Dat kroketje van me, wat wil je dan? Dat ik betrappen zond, dat is de politie. Ik was gewoon bang. Laten we gaan. Voor het eerst in je leven heb jij iets zinnigs gezegd. Zinnigs? Ja, we gaan het hier eng maken. Eng maken? Ja, zo eng als in een spookhuis. Een spookhuis, we gaan het hier flink laten spoken. Zodat ze wel bang het kasteel uit moeten vluchten. Ja, en dan? En dan? Dan stelen wij die bankpas. En dan? Gaan we er vandoor. En dan zien ze ons nooit meer terug. Ja. Hier is jullie slaapkamer. Ga maar snel slapen. Want we hebben morgen een lange dag voor de boeg. We moeten veel plannen voor mijn grote feest. Dank u wel, Sinterklaas. Slaap lekker, welterusten. Slaap lekker, welterusten, Sinterklaas. Oh, dit wordt het mooiste feest ooit. Oh, ik moet snel naar bed. Ik heb morgen nog een lange dag voor de boeg. Ik ben een bange kat. Nu komt het erop aan. Guus, trek deze over je hoofd. Dan gaan we ze hier zo ontzettend laten schrikken dat ze wel bang moeten wegvluchten uit dit kasteel. En dan hebben wij alle rust en ruimte om die bankpas van die ouwe te stelen. Maar weten we zeker dat dit een goed idee is? Akkoord. Heel goed idee. Precies. Kom op. Een spook! Het spookprotocol! Wat te doen bij spoken! In het kasteel zijn. Oh nee. En ik moet Sint-Nicolaas nu echt vertellen over zijn grote boek. Goedenavond, spook. Ah, een spook. Laat het boek maar zitten. Wegwezen. Wat is dat toch allemaal voor een kabaal? Sint-Nicolaas! Er zijn spooken in het kasteel. Maak dat u wegkomt. Spoken. Pietje Agenda. Spoken bestaan toch helemaal niet? Spoken, ze zijn echt! Spoken in het kasteel? Wat doen jullie hier? Er zijn spoken in het kasteel! Sinterklaas, en uw bankpas dan? Nee, kom op, wegwezen! Uit het kasteel, kom op jongens! Het is een ramp! En nu kan het Sinterklaasfeest niet doorgaan! Piet! Kijk, ze is bang wegrennen! Het is gelukt, lieverd!
geweldig. Luister, wij gaan eerst ons schoonheidsslaapje houden. En dan morgen vroeg, het eerste wat we doen, is die bankpas stelen. En dan gaan we op vakantie. Theodor, is het gelukt met de... Huh? Oh nee, hij is in slaap gevallen. Oh, en het boek is nog helemaal niet gemaakt. Theodor! Hallo, wakker worden! Theodor! Ik slaap nog steeds. Theodor! Vrolijk kerstfeest. Julia. En? Lukt het met het boek? Kunt u het boek van Sinterklaas maken? Boek? Maak ik? Oh, boek maken! Ja, ik was met de gek mee bezig boek maken. Kijk, als ik... Ach, kijk hier. Als ik dit hier overheen gooi, komt het allemaal goed. Julia, laat me nog maar even alleen. Ik moet en zal het boek van Sinterklaas maken. Als dit maar goed gaat, Jul. Zo, eerst even lekker beten en daarna snel aan de slag voor de grote voorbereidingen van het grote Sinterklaasfestijn in ons pretpark natuurlijk. En oh, hey, goedemorgen mevrouw Zeukerswin. Goedemorgen. Meneer Kaasgraaf? Ja? Valt u ook niet iets op? Wat? Nou, het is zo rustig in het kasteel. Waar zijn alle pietjes? Nou, misschien slapen ze even uit, hè. Ja, of is hun wekker niet afgegaan. Of misschien zijn ze wel... Sinterklaas akkoorden. Ah, goedemorgen, lief spookje van me. Goedemorgen, Guusje. Heb je lekker geslapen, Dropje? Heerlijk geslapen. Ik heb nog heel lang liggen nagenieten van die domme Sinterklaas en die pieten. Die dachten dat wij echt een spoken waren en zo bang met het kasteel zijn uitgevlucht. En wat gaan we nu doen? Wat gaan we nu doen? Denk je nou toch eens in, Guus! Denk nou eens na wat we allemaal kunnen doen. We kunnen alle luxe vakanties boeken die we willen. We kunnen mooie spulletjes kopen, gouden spulletjes, bling bling. Ja, wij gaan naar die kamer met die bankpas. Kom op! Ja, ja, ja. Oh, meneer Kaasschaaf, heeft u dat gehoord? Ja, dat zijn die twee vervelende mensen van de rondleiding. Ja, ze hebben ervoor gezorgd dat Sinterklaas weg is en... Oh, ze willen nu zijn bankpas met al het geld stelen. Wat is dat nou? Hoi. Leentje Piet? Nee, ik ben nu toch Disco Piet? Ja, Disco Piet dan. Wat doe jij nou weer hier? Nou, toen ik hoorde dat het spookte, ben ik me meteen gaan verstoppen. Maar wat doen jullie hier? Inpak Piet? Nee, Disco Piet. Disco Piet dan, wat doe jij nou weer hier? Ik? Wat doen jullie hier? Het spookt hier en we moeten zo snel mogelijk weggaan. Nee. Het spookt hier helemaal niet. Er zijn geen spooken in het kasteel. Nee, dat waren die twee vervelende mensen. Verkleed als spook. Ja, ze willen ervoor zorgen dat iedereen uit het kasteel gaat. Oh, waarom zouden ze dat doen? Zodat nu iedereen weg is, ze de bankpas van Sinterklaas kunnen stelen met al zijn geld. De bankpas van Sinterklaas? Maar dat kan niet zomaar. Nee, en wij moeten ze stoppen. Ja, maar hoe? Oh, Guus. Oh, dit gaat ons lukken. Pak die bankpas. Ik? Maar wat als het alarm nou afgaat? Dat gaat toch niet af als jij maar voorzichtig bent? Ja, maar, dit is toch verschrikkelijk? Ja, maar ik hoor het al, ik moet het zelf weer doen! Oké.
is gelukt, lieverd. Ja. Maar niet dankzij jou. We hebben hem pas. Oh, Guus. Nou gaan we hapjes halen, drankjes, om alvast de vakantie in te luiden in dit schitterende kasteel. En daarna gaan we er vandoor en trekken we de hele wereld rond. Ja, maar wat als Sinterklaas en Pieter nou terugkomen? Dat zal nog als Guus verziekt de sfeer nou niet. Die Sinterklaas en die Pieter die zijn veel te bang om terug te komen. Nee. Nee. Gaan shoppen. Ik kan wel een nieuwe outfit gebruiken. En jij trouwens ook. Kom, we gaan ervan. Ja. En nu? Wat gaan we nu doen? We moeten ze zien tegen te houden. Ah, ik heb wel een idee, jongens. Een missie Red het Sinterklaasfeest wordt in werking gezet. Ah, wie doet er mee? Ik doe mee. En ik ook. Ik natuurlijk ook. Ah, één voor alle voor Sinterklaas. Heerlijk, Guus. Eindelijk vakantie. Eindelijk rust. Wat gaan we nu doen? We? Ik, zou je bedoelen. Ik ga heerlijk genieten van een bubbelbad. En jij gaat een glaasje champagne voor me inschenken en een blokje kaas halen. Doedels! Natuurlijk. Ik haal wat lekkers. Ze heeft het toch zo zwaar. Misschien moet je zelf ook even gaan rusten. Maar niet te lang, want anders dan wordt ze nog. Jongens, een missie Red het Sinterklaasfeest gaat nu van start. Marijke komt nu jullie kant op. Ze komt eraan, Disco Piet. Nou, kom maar op. Ja. Ik moet echt in pas. Ongelooflijk. Guus! Help! Guus! Wat ben je nou? Liefje, wat is er? Nou, toch je schoen. Ja. Doe je ding. Kom op. Help me hier nou nog uit. Ik wil helemaal... Oh. Jij gaat champagne voor mij halen en een blokje kaas. Want ik moet in bad. Waarop hang je van me? Ik zag de twee. Guus, ik ga al. Alsjeblieft. Meneer Kaasgraaf, Guus komt nu jullie kant op. Begrepen. Kindje Piet, Guus komt nu deze kant op. Mooi, ik ben net klaar. Ja, kom. Oh, champagne. Een slagroomtaart. Dat zal mijn snoezepootje fijn vinden. Zo word ik vast weer haar stoere Binky. Maar moet natuurlijk wel eerst zelf even proeven. Liefje, trap je! Guus! Dit mag toch? Guus, waar ben je nou? Liefje,
Luister! Er zijn nog mensen in het kasteel en ik vrees dat ze weten dat wij de bankpas van Sinterklaas hebben gestolen. Nou, doe nou eens rustig en doe niet zo gek. Die bankpas heb ik nog steeds en er is hier niemand in dit kasteel. Ik zei het toch. Wacht even, die lustig gauw. Ja. Wacht maar, kom dan af! Jullie! Doodles! Waar zit je, ellendig Pietje? Waar zit je? Ik weet dat jij hier ergens bent. Waar zit je? Tegen me! Oh-oh. Oh. Oh. Potverdomme! Oh, ik zal ze krijgen, die verschrikkelijke! Oh! Druk hier voor een fijne vakantie. Liefie, dit gaat helemaal niet goed. Ach, slappeling. Wij hebben toch altijd nog die bankpas. Laat ze hier maar. We gaan er lekker vandoor. Ja, kom op. We gaan gewoon even kijken of die spoken er al inmiddels van door... Sinterklaas! Ja, hou ze tegen! Hou ze tegen! Wat is hier allemaal aan de hand? En waarom heeft u mijn bankpas? Die hebben ze gestolen, Sinterklaas! Ja, en ze wouden er ook vandoor gaan. Ja, en er zijn helemaal geen spoken in het kasteel. Nee, dat waren deze twee gemene mensen! Verkleed! Oh, is dat zo? Ja, Sinterklaas. Het spijt me zo, maar ik wou zo graag op vakantie met mijn man. Ik denk dat u zelf ook wel weet dat dit natuurlijk helemaal niet goed is. Sinterklaas, het is allemaal mijn schuld. Belt u de politie maar alleen voor mij. Mijn vrouw Marijke heeft hier niets mee te maken. Is dat zo, Marijke? Ja, belt u de politie maar alleen voor hem. Marijke? Ja, Sinterklaas. Nou, ik kan het ook gewoon allemaal niet meer aan. Sinterklaas, het is allemaal mijn schuld. En ik heb mijn man hier veel te veel in meegesleurd. En dat is gewoon helemaal niet eerlijk. Hij verdient beter, mijn lieve, lieve man. Lieve man? Ja, lieve boterletter van me. Het spijt me zo ontzettend. Jij verdient echt beter. Oh, dat is het mooiste. Moet je sinds tijden tegen me gezegd dat het zo wel. Nou ja, ik denk dat ik hier wel een oplossing voor weet. Ja, jullie hebben zelf ook wel ingezien dat wat jullie hebben gedaan niet goed is. Maar wij gaan een paar weekjes naar de Julianatoren. En Piet, dan kunnen jullie hier vakantie houden. Echt ja, waar? Ja, hier in het kasteel. Oh, maar Sinterklaas, dat is fantastisch! Sint-Nicolaas, ik moet u iets vertellen. Uw boek. Wat is er met mijn boek? Zoeken jullie deze soms? Het boek? Hoe kan dat nou? Die hebben we gemaakt. Ah, mijn boek. Wat fijn, Julia, dat jullie hier zijn. Ja, maar Sinterklaas, komt u dan nu dus echt bij ons op visite? Maar natuurlijk kom ik bij jullie op visite. Wachten op getrappel op het dak.
knop. Wie zou dat zijn? Ik kijk gespannen vol verwachting door het gordijn. Wie zou het zijn? Oh, mijn hartje klopt. Zou dat Sint zijn die bij onze voordeur stopt? Brengt hij zakken vol cadeaus en snoep voor groot en klein? Pepernoten, chocola en marzepijn. Wie komt er bij ons op visite? Sinterklaas! Sinterklaas! Wie komt er bij ons op visite? Sinterklaas! Sinterklaas! Sinterklaas komt op visite. Ja, de Sint komt op bezoek. Oh, wat zullen we genieten van kwartaai en pepernoten. En als hij strakjes binnenkomt, dan zingen wij. En dansen we en springen we, we zijn zo blij. Want de Sinterklaas en Pieter komen op visite. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Kinderpretpark Julianatoren.